daar zijn we weer. Goedenavond. Nou, de vierde van vandaag, hè? Althans, moet ik even denken aan. 1, 2, 3, ja. Ik ben in elk geval de laatste. Ik mag het vandaag afsluiten. Nou, dat ga ik hopelijk weer met iets leuks doen. Ik had een voorbeeld willen maken, maar ik heb echt tijdgebrek gehad. Dus het zit in mijn hoofd en dat probeer ik er dan vanavond uit te gooien. Maar goed, het zal vast wel goed komen. Hoop ik dan maar weer. Ik heb ook mijn bureau niet al te netjes schoon, zie ik. Maar goed, hij wordt toch zo weer vies. Wat gaan we doen? Nou, we gaan met uitingssprays en Lavinia en Dutch Doobadoo. Met deze mal heb ik iets mee bedacht. En ik heb eens een keer iets gedaan met Lavinia. Althans, dat zit in mijn hoofd. Waarbij je niet zo ontzettend veel producten nodig bent. Heel vaak zijn Lavinia kaarten heel uitgebreid met heel veel producten. En ik hoop dat dit vanavond iets gaat worden waarbij je toch niet al te veel spulletjes zeg maar nodig bent. Ik gebruik deze Doobadoo mal. Het kan natuurlijk ook zonder mal, dan wordt het gewoon een langwerpige. Dat zou ook nog kunnen, dus we gaan proberen er iets van te maken. Allereerst ben ik wel nodig 2 velletjes aquarelpapier. Oh jee, ik verslik me hier niks. 2 velletjes, want ik wil mijn patroontje 2 keer gebruiken. Nou, ik neem even mijn spraydoos. Ik heb er even een ander velletje in gelegd, want die doos ziet er echt niet meer uit. En ik heb icing sprays en de Z-Epter, de turquoise en de morning mist, de gris. Of de gris en de blue ocean, het is maar net hoe je het wilt noemen. En ik haal van beide even het dopje eraf. En ik ga dat gewoon dwars door elkaar op die kaart sprayen. Dus een beetje van de blauwe en een beetje van de bruine erdoor. Nou, ik vind dit vrij fel van kleur. Dus ik ga er gewoon een beetje water overheen sprayen. En dan moet ik die even naast me neerleggen. Want ik moet de tweede ook nog doen. Dus ik pak even wat kliedervelletjes. Dan pakken we deze eruit. En ik ga hem wel een beetje stampen. Dus dat ik echt van die lopende adertjes krijg. Kijk. Ik weet niet of het te zien is. Die leg ik even naast me neer. Dan pak ik de tweede. En dit is een 300 grams aquarelpapier. En bij die tweede doe ik gewoon hetzelfde. Ik spray daar wat turquoise op. En wat, wat was het ook weer, Chris? Morning mist. Dus een beetje een grijsblauwe en een turquoise. Gewoon lekker door elkaar. Ook hier weer een klein beetje water bij op. Want de kleur is best wel fel. En ook die pak ik weer even aan. En dan stamp ik hem een beetje. Zodat we weer wat van die adertjes krijgen. Dus dat is een lekker kleurtje. Even zien. Even een ander kliederblaadje eronder doen. Aan deze kant. Zo. Nou, dan gaan we even kijken. Vind ik hem leuk zo? Vind ik hem te donker? Vind ik hem te licht? Nou, ik vind hem leuk zo. Dus ik laat hem zo. Doe de dopjes op de sprays. En dan gaan we hem even drogen.
Nou, als het één keer droog is, dan zie je wel meer kleurverschil. Maar ik heb nu natuurlijk heel erg door elkaar gedaan. Maar er komt zo nog een stapje en dan is het wel... dan is het wel duidelijker te zien. Klaar, doekje erbij. Even die dikke randjes wat weg. En ik ben het toch niet helemaal nodig. En als het zo droog is, dan kun je wel het verschil zien van de grijze en de turquoise. Dus ik moet even filmen. Ja, helaas. Het moet even, want anders kunnen we niet verder. Dus ik ben eventjes lawaai aan het maken. Even kijken waar we nog moeten zijn, daar nog. Kijk, nou is het al wel een beetje te zien dat er wel kleurverschil in zit, denk ik. Als het tenminste op de camera ook te zien is. Dikke druppels die deppen we gewoon een beetje weg. Kijk, nou zit er denk ik wel kleurverschillen. Ik krijg geen melding als jij live gaat. Nou, dat kan vandaag kloppen, want ik ben helemaal vergeten om een evenement aan te maken. En volgens mij krijgen jullie dan een melding. Maar goed, het is altijd 7:30 als ik live ben of iemand anders. Maar we gaan altijd 's avonds om 7:30 live. Maar dit is een beetje mijn eigen mijn schuld, want ik heb het helemaal vergeten door alle drukte om een aankondiging te maken. Het beeld staat stil. Nou, hier loopt het allemaal prima door. Dus... ja, het is gewoon een online demo dag vandaag. Dus dan, als het goed is, moeten jullie daarvan wel melding krijgen. Want dat is een hele dag al ingepland. Een beetje vreemd. Nou, we zijn er bijna. Het was natuurlijk een hele dikke laag met inktspray, dus ik moet even goed drogen. Voordat we verder kunnen. Kijk, nou is het kleurverschil denk ik wel, wel te zien. Even de achterkant nog een beetje. Ik kan deze ook nog even doen. Ik moet even wat wegklikken, want er zijn hier dames aan de klets van het team. En die moet ik even wegklikken. Anders dan zie ik jullie reacties niet. Dat is niet helemaal handig. Zo. Wat voor papier heb je gebruikt? Het was 300 grams aquarelpapier. Oké, okay, Mirjam wist het ook nog wat het was. Dat is dat. Nou, even de meeste geklieren aan de kant. Want dan pak ik mijn bordje erbij en ik heb nog een vase. Die is al heel lang niet meer leverbaar, maar ik gebruik hem toch lekker. Want of die nou van vase is of van
hoe heet het andere merk ook alweer? Wendy Veggie. Maakt allemaal niks uit. Het werkt allemaal hetzelfde. Ik leg de maal erop. Dan ga ik even kijken wat ik het leukste stuk vind. Nou, ik pak toch. Nee, ik ga hem toch onderaan leggen. Anders moet ik zoveel knippen. Zo. Dan leg ik hem wel aan de goede kant op het papier. Maar dat is niet zo'n ramp. Ik probeer wel netjes het potloodlijntje weg te knippen. Ik teken weer met een heel zacht potlood. Omdat ik dan niet veel hoef te duwen. En er toch heel veel grijze, in dit geval kleur, afkomt. Zo. En een klein beetje de rillijntjes aangeven. De rillijntjes, voor degene die de mallen niet kennen, zijn meestal de middelste lijntjes. Dus ben je nog onbekend met een doobedoemal, dan... ja, hij is roze, hè? Dat is hem. dan is de omtrek is de basis. Een maatje kleiner is voor designpapier. En in dit geval hebben we hier drie lijntjes. Dan is de linker in dit geval is voor deze, voor het geheel. Dat is dan voor designpapier. De middelste is voor de basis, dat is een rillijn. En de volgende is weer voor het designpapier van het middelste stukje. Nou, deze die gaan we uitknippen. Waar is mijn schaar? Oh, die zit nog netjes in de bak. En dan knip ik deze uit. En het is een 300 grams, dus ik... moet iets steviger knippen, maar dat lukt wel. Ja, normaal teken ik ook op de achterkant, maar bij deze wilde ik even heel goed zien waar het mooiste gedeelte met de inkt zat. Dus vandaar dat ik het nu op de goede kant heb gedaan. Even kijken, ik zie dat lijntje bijna niet. Even zien. Dat is deze. Ik heb een klein stukje gemist. Zo. Nou, dit is weer helemaal recht. En dan gaan we weer de bocht om. Met kleine knipjes. Flap eraf, dat knipt net zo makkelijk. Deze kant. Nou, oh, hier heb ik ook een lijntje gemist. Oh. Even kijken, die op die. Dat gebeurt mij ook wel eens. Dat ik een lijntje mis. Zo. Oh, kunnen we hem beter zien. Nou, dat is één. Oh nee, de binnenste. Dat gat moet er ook nog uit. Ik wou zeggen, dit is hem. Maar nee, we zijn er nog niet. Steeds onzichtbaar. Ik krijg een berichtje dat iemand mij niet kan vinden. Nog steeds onzichtbaar. Ik snap het niet, want volgens mij ben ik toch echt wel zichtbaar. Dat is één. Ik zal even diegene even een hulpje geven. Oh, dat heb ik al gedaan. Ja. Helemaal goed. Nou, dat is één. Dan hebben we die
streepjes gezet. Dat zijn dus de rillijntjes. Dat gaan we ook even doen. Ik zal het deze keer eens met mijn liniaal doen en een rilpen. Dan worden die ook nog eens gebruikt. Meestal pak ik altijd de rilsnijmachine erbij. Maar ik kan het ook nog zo met een liniaal en een rilpen. Oh, oh, oh. Niet te hard rillen. En in het midden komt ook nog een rillijntje. En dan hebben we deel 1 klaar. Sorry. Nou, dan heb ik er nog één. Even denken, die komt in tegenovergestelde. Dus de eerste, die heb ik gemaakt met de tekst naar beneden. Dus de ingegraveerde of gelezende het nummer van de mal en Dutch Doobadoo staat er dan. Die heb ik bij de eerste naar beneden gelegd. Bij de tweede leg ik hem naar boven. Omdat ik ze straks tegen elkaar aan wil doen, zeg maar. Laat ik even kijken wat hier het leukste deel is. Ik geloof dat ik hier ook helemaal voor de onderkant ga. Ja, gaan we doen. Nou, moet je hem er wel mooi netjes op leggen. Even kijken. Zo. Weer met potlood eromheen. En ik gebruik altijd een 4B of een 5B. Vind ik zelf... ik ben buiten boord. Dus ik ga even een stukje terug. Gaan we hem even overnieuw doen. Maar dan een stukje opgeschoven. Ik ben lekker bezig vandaag. En we zien de opening nog even. En de rillijntjes even weer iets aantekenen. En dan kan dit eraf. Dan gaan we weer knippen. Ik merk dat de binnenkant van het papier is nog niet eens super droog. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Ik zeg, normaal doe ik, teken ik altijd op de achterkant van, van het papier. Maar nu wilde ik graag het, het mooiste gedeelte zeg maar, van het papier nemen. Dus ik denk, ik leg hem gewoon bovenop. En dan knip ik gewoon het potloodlijntje wel weg. Die mallen die leg ik altijd zo neer, omdat er nog wel eens verschil kan zitten in de linker en de rechterkant van de mal. Niet bij allemaal, maar af en toe zit er eens een mal tussen die dus niet helemaal... ik moet hier afslaan, Karm. Die dus niet helemaal gelijk is met de andere kant. Dus vandaar dat je echt even op moet letten bij sommige mallen. Dat je, als je ze op elkaar wil gebruiken. En dan ook vooral met designpapier. Hou dan even goed in de gaten dat je de mal op dezelfde manier op je papier hebt liggen. En deze, die komen nu tegenover elkaar. Dus vandaar dat ik hem omgedraaid heb. Dat is even een dingetje wat soms bij dit soort mallen niet helemaal uitkomt. Deze is... Even spieken. Deze is helemaal uit zijn proporties. Wat is dat nou? En zo. Daar zit de vouwlijn. Nou, ik ben echt lekker bezig, zie ik. Even zien, dat was de rullijn. Ja, die had ik zo. Die had ik zo. Dan zit hier de opening.
Die is daar en die is... dan toch te... Nee, maakt niet uit. Knip ik zo wel een beetje netter samen. Ja, ik had inderdaad de verkeerde lijn. Voor de goed oplettende kijker. Ik ben echt heel goed bezig vanavond. Maar het komt allemaal goed. Beetje een hectisch dagje gehad. En ben volgens mij nog niet helemaal weer up-to-date met alles. Maar ik zeg, het komt allemaal goed. Zo wil ik ze. Kijk, dan leg ik de opening goed. Want dat is het belangrijkste, die opening. En dan moet ik hier even dat extra stukje afdoen. Want ik had dus inderdaad de verkeerde lijn. Draai ik hem even om. Deze kant is wel goed. Zo lossen we dat gewoon weer even op. Oké. Nou, dan moeten we deze nog even rillen. Even kijken of dat dan ook wel mooi tegenover elkaar komt. Maar dat denk ik wel. Die en die. Ja, dat is wel goed zo. Gaan we die nog even rillen. Zo. En deze. En deze nog in het midden. Zo, drie rillijnen hebben ze. Nou, dan zit deze kant is nu nog wit. Dus ik heb zoiets van, dat wil ik niet. Dus ik heb hem nog even weer de doos erbij. En dan ga ik ook die achterkant, zeg maar, even een beetje besprayen. Waarom ik dat nu doe en niet toen ik de basis heb gemaakt, is omdat ik... die kniprandjes nu ook van kleur voorzie. Kijk, als ik nu de achterkant ook al had gedaan tijdens de eerste laag, zeg maar, toen ik nog niet geknipt had, dan krijg je die witte kniprandjes te zien. Hoe moet ik het zeggen? Hoe leg ik dat nou uit? Heel een stukje staat de bezorger voor de deur. Die moet eten bezorgen, maar gooit zijn deur op slot en het eten erin. Oh nee. Oh jee. En nu? Lopen terug naar de zaak? Och jeetje, wat zal die balen. Dan hoop ik maar niet dat het eten voor jullie is. Ja, zit er wel in waarschijnlijk. Die kniprandjes die krijgen nu ook een beetje kleur. Daarom doe ik dit dus na het knippen de achterkant even. Waar is mijn andere? Oh ja. Oh, die krijgt een beetje van die kleurtjes. En dan doen we er weer een beetje water overheen. Dat ietsjes verdund wordt van kleur. Of een beetje water, was best wel veel water, hè. En dan lep ik dat een beetje af met een keukendoekje. Dan krijg je weer van die leuke patroontjes erin even. Dat blijft niet, helaas. Maar zo, nou. En dan hebben we het grootste gekliede taart gehad. Ja, we krijgen ook de inktflesjes. Als het goed is, zijn ze besteld. Dus wanneer ze binnenkomen, durf ik niet te zeggen. Maar volgens mij staan ze ook al op de site bij de nieuwe spulletjes. Oh kijk, daar is ook al een link.
En ik moet zeggen, ik ben ook heel benieuwd naar die sprays van Lavinia. Ja, zo wordt die kleur blauw wel heel erg leuk, hè. Als je alleen de turquoise doet, is die echt wel blauw. Dus ik doe er al een beetje van die morning mist bij tussendoor. En dan wordt die een beetje, ja, een beetje grijsblauwig. De druppels die deppen we gewoon een beetje weg. Dan droogt het wat sneller. Nou, het is toch een leuk patroontje zo. Ik heb gespreid nog steeds met dezelfde waar ik ook in het begin mee spreide. De icing, de turquoise en de morning mist. Ja, het is inktspray. Inktspray van Seth Epter. In dit geval heb ik de dye. Dus dat is een gewone matte inktspray. En je hebt ook nog glimmertjes. En dat zijn sprays waarbij dus een hele ja, grote glimmer in zit. Dat is ook wel weer heel gaaf. Maar vanavond ging ik dus even voor de twee inktsprays. Nou, ik wou dus een creatie maken waar niet al te veel spulletjes voor nodig waren. Dus ik ga het proberen. Het zit in mijn hoofd. Ik zeg al, ik heb wat bedacht. Ik heb geen tijd gehad om het voor te bereiden, om het uit te werken. Dus jullie zien gewoon live hoe, het, hoe ik de mist in ga, zeg maar, of niet. Dus ja. Dat. dit is de binnenkant. Dit is ook de binnenkant. Even kijken. Daar wil ik even wat op gaan stempelen. Ga je stempelen op de binnenkant? Ja. Ik ga stempelen op de binnenkant. Met een tekst. Van Lavinia. Nou, welke maakt niet heel veel uit. Want we zien er toch bijna niks van terug. Een beetje... decoratie. Ik neem gewoon wat zwart in. Dan moet ik even kijken dat ik de goede kant op de goede kant leg. Even denken. Dit was de buitenkant en dit is de binnenkant. Zo komen ze op elkaar. Dus zo leg ik ze open dat mijn tekst zo naast elkaar komt. Anders staat de tekst op zijn kop. Nou zie je er niet zoveel van, maar goed. Ik doe een beetje VersaFine Clear op een stempelblokje. Ik doe hem één keer op een printerpapiertje. En dan ga ik een beetje stempelen over de malletjes. Over de kaart, zeg maar. Dus ik stempel hem één keer af. En dan... ga ik hem her en der heel lichtjes op die achtergrond stempelen. Nou, dat doe ik ook met deze. Ik heb gewoon een zwarte VersaFine Clear. Eén keer afstempelen en dan gewoon her en der wat tekst, wat script. En het hoef je niet elke keer weer allemaal inkt op te doen. Maar gewoon één keer beinkten en dan stempel je hem gewoon uit. Totdat hij niet meer doet. Even die eroverheen. Zo. Dat was de tekst. En dit hoeft niet. Maar het kan. Dan draai ik ze om. Dan heb ik de goede kanten. Nou, ook daar ga ik een tekst op doen. Ja, lag niet in de planning. Maar ga ik wel doen.
Vind ik wel leuk. Heb ik ze goed liggen? Even kijken. Die ligt zo goed. En die ligt zo goed. Dus zo moet de tekst. Eén keer weer afstempelen. En dan gewoon her en der een beetje script als achtergrond. Dus je maakt eigenlijk je eigen, ja, je eigen designpapier, zeg maar. Afstempelen. En dan gaan we weer her en der wat script. Nou, dan stop ik ermee. Nou, we hebben alle kanten script gekregen. Ja, eigen, je maakt je eigen designpapier zo. Die stempel doen we ook meteen in bakkie. Nou, dan hebben we die rillijnen. Die kunnen we nu gaan vouwen. En ik vouw hem een keer naar buiten en een keer naar binnen, zodat die goed beweegbaar is. De middelste, die komt naar voren. En deze komt naar voren en naar achteren, dat die goed gevouwen is. Even kijken, dit was de goede kant. Dus deze, die komt net andersom. Die rillijn komt ook wel naar buiten. Die rillijn komt zo om. En die zo om. En dan heb ik twee van die ja, basispatronen, zeg maar. Die leg ik eventjes neer. En dan moet ik even kijken waar ik mijn andere aquarelpapier heb gelaten. Waar ik, oh ja, nog niks op gestempeld had. Want ik wil natuurlijk die twee delen aan elkaar maken. Nou, ik heb daarvoor gewoon een restje van dat, hoe heet dat, van het gespreide papier. En dan kijken we even, de hoogte is ongeveer 15, denk ik. Ja, is iets langer dan 15, maar ik hou het op 15. Dus ik snij een stukje van 15 centimeter. Dat ga ik rillen op 1. En ik snij hem op 2. En dat doe ik nog een keer. Ik ga hem rillen. Even kijken. Rillen op 1. Zo. En snijden op 2. Ja, kom. Het is altijd leuk met die kleine stukjes, hè. Vooral als het rond gaat staan, omdat je spray op hebt gedaan. Die twee strookjes, die ga ik gebruiken om de kaart te verbinden. Dus ik vouw hier een, moet ik het zien? Een V-vorm van, zeg maar. En van deze ook. Even goed links en rechts omvouwen. Dan zet ik hem zo neer zoals ik hem wil hebben. Dus met de goede kant naar voren. Dan klap ik één deel om. En dan moet dit aan elkaar worden verbonden met een strookje ja, gespreid papier, noem het maar even. Ik neem gewoon even een stukje tape daarvoor. En zo. Wat ook kan, is een naald en draad erbij pakken. En dan precies door die naad met naald en draad, zeg maar, aan de gang te gaan. Kijk, nou heb ik hem dus zo verbonden dat hij er zo open kan staan. En dat doe ik ook aan deze kant. Maar ik wil er eerst nog iets tussen doen. Dus ik laat hem even aan één kant nog openstaan.
stroopje hou ik er nog bij. Dan pak ik even een stempelhulp. Eerst even een slokje. Er zit een kriebeltje. Zo. Ik heb nu een stukje 200 gram aquarelpapier. En ik pak daarbij een Lavinia stempel. En dan eentje die een poppetje heeft, laat ik zo maar zeggen, die hangt. En of vliegt kan ook. Een elfje moet ik eigenlijk zeggen, hè. Even kijken. En dan vond ik deze denk ik wel leuk. Dat is, dacht ik, Rue. Even spieken. Ja, Rue Lavinia 515. Die ga ik stempelen. Op een, wat zei ik nou net? 200 gram aquarelpapier. Met Versa Fine Clear. En dan hebben we een hele mooie hangende 11. Een Rue. Een Lavinia. Die haal ik eruit. De stempel leg ik nog even naast me neer, want die ben ik zo nog weer nodig. Nou, deze moet eventjes een beetje drogen, want ik vind deze stempelinkt is echt super fijn. Maar hij moet gewoon ietsjes langer drogen. En als die eentje droog is, dan is die ook watervast. Maar omdat ik hem nu wil knippen, heb ik hem dus even een klein beetje gevuld. Nou, ik ga deze proberen een beetje snel uit te knippen. Nou, ik doe hem niet helemaal strak langs de randjes, want er zitten heel veel kleine frommeltjes aan. Maar ik ga hem gewoon een beetje met een wit randje, zeg maar, uitknippen. Want ik moet natuurlijk ook met ongeveer een uurtje klaar zijn. Ongeveer. Hoe ver is het? Oh, ik heb nog een half uur. Dat lukt wel. Ik ga hem eerst even een beetje kleiner maken. Dat vind ik toch wel net zo handig. Knippen. Zo. Als al die grote onderdelen. Nou, en dit kun je natuurlijk zo uitgebreid maken als je wil. Maar ik vond het wel eens leuk om eens iets te maken waarbij je niet al te veel spullen nodig bent. Want heel vaak is Lavinia zo uitgebreid dat er, ja, dat je er zoveel bij nodig bent. En dat is dan ook niet altijd leuk voor iedereen. Dus ik probeer het nu met minimaal aan spullen voor elkaar te krijgen. Nou, zoals ik zeg, dit zit in mijn hoofd om dat te maken. En ik ben helemaal niet aan de tijd toegekomen om het uit te werken. Dus als het er mist in gaat, dan zien jullie dat het ook bij mij wel eens mislukt. Maar ik hoop dat het goed uitpakt. Ja, daar onderaan is het nog heel veel wit, maar dat wordt zo wel een beetje beter. Ik moet altijd eerst even een begin hebben dat ik het uitknip. En dan is het morgen alweer zondag. Jongen, jongen, de dagen die vliegen voorbij. Morgen is mijn mannetje jarig. Dus we hebben ook alweer een feestje. Of een feestje, een verjaardag. Ik heb ook gisteravond vanuit de auto, want gisteravond moesten we ook weer weg, heb ik de spulletjes die ik wilde gebruiken, heb ik aan Alice doorgestuurd van, nou,
vanuit de auto krijg je even een berichtje. Ja, ik reed zelf niet hoor, dus dat, dat mocht. Dus ik zat echt een beetje in tijdnood, maar goed. Het lukt allemaal, volgens mij komt het allemaal wel goed. Oh, ik moet daar nog knippen. Ik denk al, waarom wil die er niet af? Maar daar zit nog, zit het nog vast. Zo. We zijn er bijna. Nou, dit, dit knipwerk gaat nu op dit moment even niet op mijn beste knipwerk, zeg maar. Omdat ik een beetje tijdsdruk heb, laat ik zo maar zeggen. Maar als ik hier alleen mee zou zitten, dan ging dat heel netjes. Althans, op mijn manier gaat dat dan wel netjes. Maar nu wil ik dat een beetje snel doen, omdat jullie natuurlijk niet altijd naar dat knipwerk willen zitten kijken. Maar goed, zo kan die er wel mee door, hè. Nou wil ik die ook aan de achterkant graag van hetzelfde poppetje voorzien. Ja, dank jullie wel. Ja, ook moederdag is echt dubbelop. Wie weet krijg ik ook nog wel een cadeautje. We wachten het af. Nou, ik heb hier een jelly plate. Een mooie gele, want die is al zoveel gebruikt met van alles en nog wat. En ik heb weer die stempel van Rue. Even kijken waar mijn stempelblok is. Ik zie er hier wel eentje liggen, nemen we die wel even. Zo. Nou ga ik die stempel op de jelly plate zetten. En dan kan ik daar deze dame weer in leggen. Zo had ik dat tenminste bedacht. Ik heb nog zo'n dingetje. Ik kan het voor de zekerheid even een beetje aanduwen. En dan hebben we aan de achterkant ook een Rue, maar dan in een beetje, hoe noem je dat, een beetje schaduwvorm. Dus in spiegelbeeld kan je dus die afbeelding ook op de achterkant maken door gebruik te maken van iets ja, jelly plates-achtig. Er zijn ook speciale stempels voor waar je spiegelbeeld mee kan stempelen. Maar zo heb je dus hetzelfde meisje ook op de achterkant staan. Nou, dit kan je eventueel perfectioneren, zeg ik dat goed? Met zo'n Stabilo All. Dat kan. Kijk, daar kan je hem gewoon helemaal zwart maken. Doe je daar nog een beetje water overheen. Dan vloeit hij helemaal zwart uit. Dat kan ook. Kan natuurlijk met allerlei. Kan het ook met een zwarte stift doen. Wat je maar bij de hand hebt. Maar dan heeft het mij het engeltje dus ook aan deze kant een beetje een zwarte tekening gekregen, zeg maar. Even zien, takje nog een beetje extra. Een beetje rondjes erin. Nou, en de rest is allemaal wel aardig zwart geworden. Dus. Kijk, nou heb ik aan twee kanten een dezelfde engel. Die engel, die plak ik hierin. Althans, dat was mijn bedoeling.
dat leek me wel leuk om die dan hierin te maken. Zal ik hem aan de achterkant doen? Ja, ik ga hem aan de achterkant doen. Dan zit ik te denken om hem in het midden te doen. Even spieken of een beetje aan de zijkant. Even kijken wat het leukst is. Ja, ik ga voor een beetje aan die zijkant. De lijn, waar ben je hier zo? Ja, het is altijd Hemelvaart of Moederdag. Altijd gigantisch druk in de winkel als ik een taartje wil halen. Maar goed, dat hoort er nou een keer bij. Ik plak dat elfje zeg maar op die achterkant. En dan hoop ik dat het een beetje te zien is. Als je hem dan zo neerzet dat hij dan... Nou, dat is natuurlijk lastig te zien voor jullie. Maar goed, daar hangt dus het elfje. Dan hebben we weer dat strookje. En dat doe ik weer een beetje een dubbelzijdig tape op. Zo. Nee, dat moet nog niet. Ho. Ik wil er nog een beetje accentjes aanbrengen met die icing textuur, die balletjes. Anders is het zo'n saaie, eentonige kaart. En dat wil ik gewoon zo een beetje her en der aanbrengen. Zodat het een beetje, ja, net of het wolkjes zijn. En dit zijn, is een textured paste. En er zitten allemaal kleine balletjes in. Dat is heel grappig. En ik dep dat een beetje, zeg maar, net of het ja, een beetje wolkjes worden. Waar dus dat elfje tussen hangt. Ik wil even nadenken dat ik niet te ver naar de kant ga. Want dan moet ik natuurlijk mijn randje nog plakken. Ja, je kan er ook een touwtje aanmaken waar die aan hangt. Dat kan ook. Er zijn heel veel wegen naar Rome, wou ik bijna zeggen. Ja, een stokje mica kan ook nog. Oh, er zijn zoveel manieren. Kijk, dan ben ik toch ietsjes te ver. Zo. Dan doen we deze. Nou, dan plakken we dat een strookje weer tegen de vouwlijn aan. Zo. Nu kan ik hem natuurlijk niet dicht duwen, want dat is nog niet droog. Ik kan het wel een beetje feunen, maar daar wordt het nooit zo mooi van. Hè? Ik vind het altijd leuker als het aan de lucht droogt. Ik vind die icing in die zakjes, ik ben er echt fan van. Het blijft heel lang goed, omdat het maar een hele kleine opening heeft. En dat zijn al die producten in zakjes van icing. Die hebben allemaal dit systeem. Dus die kleine opening. En dan een goede schroefdop erop. En dan kan je die zakjes zo aan een ring weghangen. Of in een doos zetten. Of wat je ook maar wil. Dus ja, ik vind het echt een hele fijne uitvinding, die zakjes. Ja, ik kan hier wel heel lang blijven feunen, maar daar worden jullie ook niet vrolijker van. Ik ga het gewoon zo proberen. Ik zet hem gewoon er tegenaan. Deze kant goed daar tegenaan. En dan duw ik hem vanaf hier wel dicht. Niet te ver dicht duwen, dat de pasta ertussen komt. Maar dat is wel gelukt. Kijk. Er zijn natuurlijk nog meer van die zwevende elfjes. Je hebt ook van die kleintjes.
ook heel erg leuk. Even zien, ik heb deze. Die grote hebben we gehad. Dan nemen we nu deze kleinere. Stempelen zonder stempelhulp. Ja, die kan je ook weer helemaal uitknippen als je dat wil. Deze die ga ik niet aan de achterkant bestempelen. Dus dat gaan we niet doen. Kan wel, maar dat heeft niet zo heel veel nut. Want deze die komen meer aan de voorkant. En ik moet zeggen, het is maar allemaal een idee, hè? Als het, hoe het kan. Ik heb dit hier zelf nog geen voorbeeld mee gemaakt. Dus dit is echt tijdens de live ontstaat dit allemaal. Maar goed, moet een keer kunnen. Handjes. Kijk, en deze. Daar doen we lijm op. En die plak ik dan een beetje hier zo aan de voorkant. Kijk. Nou, en heb je nou niet zoveel van die stempeltjes die vliegen. Je kan natuurlijk ook andere dingetjes aan de voorkant plakken. Of bijvoorbeeld bloemetjes. Of een leuke tekst. Kan ook nog. Maar ik wilde het nu proberen met zo min mogelijk spulletjes te doen. Maar ik heb er inmiddels alweer wat stempeltjes bij gepakt. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Misschien is het ook wel leuk om een keer een uitzending te doen en dan met kaskaarten. Een kas, dat is clean en simpel. Dus echt kaarten waar eigenlijk heel weinig op zit, maar toch heel mooi kunnen zijn. Dat is misschien ook wel leuk om eens een keer te doen. Want heel vaak worden de creaties heel erg druk. Nou hou ik daar ook wel heel erg van, met heel veel bloemen en toeters en bellen. Maar goed, niet iedereen houdt daarvan, dus misschien ook wel leuk om een keer verschillende kaskaartjes te maken. Nou, dat is nummertje 2. Kijk, die gaan we hier ergens plakken. De pasta is nog niet helemaal droog, zie ik. Maar dan komt wel hetgeen tevoorschijn wat ik nog wilde laten zien als dat lukte. Kijk, doordat de inktspray uit zit. Of onder zit. Onder de pasta. En je doet daar dus weer vocht op. In dit geval die pasta. Dan zie je dat dat een beetje mee gaat kleuren. Hoop ik dat ik dat nu nog kan laten zien. Want ik heb het natuurlijk al dichtgeplakt. Maar die pasta die pakt dus een klein beetje mee van die inkt die eronder zit. En dan krijg je dus de dunste delen van die pasta. Die worden een beetje blauwig. En die dikke delen die blijven wit. En zo kun je dus hele mooie wolken maken. Want wolken zijn ook in verschillende kleuren. Ja, geef de geldboom ook even rust inderdaad. Ja, dat is weer een goeie. Ik pak weer een Posca pen. Kijk ik even of er nog wat in zit. Nou, er zit nog zat in. Even zo.
klein beetje van dat wit hier en daar. Ook altijd wel leuk. Beetje aan de achterkant. Ik zal hem zo bijdraaien. Nou, wat je nu ook kan doen, is met dezelfde stempel, kun je ook zeg maar hier op de buitenkanten nog weer stempelen. Dus als je nou die hangende dame neemt, en dan doe je daar hetzelfde mee als met die script. Dus als extra versiering, zeg maar, stempel je hem een keer af. En dan zet je die gewoon heel lichtjes hier doorheen. Afstempelen op een printerpapiertje en dan heel lichtjes op de buitenkant. Nou, met de Posca ga ik nog weer wat lijntjes trekken. Dan merk ik wel dat deze zo goed als leeg is volgens mij. Dus ik hoop dat ik nog rondkom. Nee, dat wordt niet wat. Pakken we de andere er even bij. Nou, die klinkt ook al vrij leeg. Oh, die doet nog. Is een beetje een dikkere, maar dat geeft niet. Kijk, dan gaan we een beetje een doedelrandje er langs zetten. En een doedelrandje, dat zijn figuurtjes of streepjes en alles door elkaar, niet te netjes. Dus echt een beetje slingeren, een beetje doedelen. Nou, en dan heb ik eigenlijk niet zo heel veel gebruikt als inktspray. Wat stempels. Een schaar. Zwarte stempel inkt natuurlijk voor de elfjes. En nou, zoals dit kan je ook achterwege laten. Dus dat scheelt weer een Posca pen. Dat kan. De pasta met de wolkjes kan je eventueel ook nog achterwege laten. Dus mocht je echt heel weinig uit willen geven, dan heb je eigenlijk aan een stempel. En dat kan allerlei stempels zijn. Ik heb nu een Lavinia, maar dat kan, je kan er ook een bloem in hangen. Maakt niet uit wat je erin hangt. En een mal van Dutch Doobadoo, die teken je twee keer. En die verbind je dan met die tussenstukjes. En het idee kwam door deze kaart. Daar ben ik nog mee bezig. Dat is ook met die mal. En dan dat blauwe papier, hoe heet het ook alweer, van Scrap and Me. Dat had ik nog liggen. Toen dacht ik van, hé, hey, dat is misschien ook wel leuk om eens een keer een iets tussen haakjes eenvoudige kaart te maken met, ja, best wel simpel, minimale spullen, laat ik het zo maar zeggen. Die tool is eigenlijk ook niet nodig. Je kan het aan de lucht laten drogen. Moet je wel geduld hebben. Zoveel geduld heb ik niet, dus je kan er ook nog eventueel een tekst op maken als je dat leuk vindt. Het engeltje kan je nog met wat glittertjes op de vleugeltjes. Ik gebruik dan meestal even een beetje van die stikkels. Dan krijgt hij een beetje bling bling op de vleugels. Dat kan ook. Nou, je kan ook nog zo her en der van die bling bling stipjes, stikkels op de buitenkant zetten. Dus gewoon kleine dotjes van die glitterlijm, laat ik het zo maar noemen. Die kan je ook nog weer overal opzetten. Je kan het zo vol maken als je zelf wil, maar de basis is eigenlijk, ja, best wel minimaal. Nou, het is zo ongeveer geworden wat ik in mijn hoofd had. Onvoorbereid
hebben we een hangende 11. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Je kan hem natuurlijk zo uitgebreid maken als je zelf wil. Maar goed, dat was vanavond niet mijn bedoeling. Alhoewel er al wel weer iets meer bij is gekomen als de bedoeling was. Maar goed. Ik ga afsluiten. Ik ga me nog even druk maken voor morgen. Alhoewel, niet zoveel meer vandaag meestal gedaan. Dus. Ik wens jullie een fijne avond. Een fijne zondag. En woensdag ben ik er weer. Met volgens mij, ik ga dan denk ik iets met reispapier doen. In een art journal of zoiets. Die richting gaan we dan op. Nou, dank jullie wel voor het kijken. Het was weer een drukke dag vandaag voor jullie met alle lives. Wie weet hebben jullie er weer leuke ideetjes aan overgehouden. En dan zien we dat natuurlijk graag terug in onze groep Created with Hobby Vision. Fijn weekend verder. Dag allemaal.